We beginnen even met de ceremonie van het hijsen van de vlag. Die wordt door de voorzitter van de Oudersraad, Wim van Gielkerken, en onze kinderburgemeester Carlijn Koenen, wordt die samen gehezen en weer op de juiste maat, op 4 mei, afstand gehangen. Dit is een bijzondere bedenkingsplek bij het herdenkingsmonument. Dit monument is hier neergelegd en het vliegtuig wordt dus neergestort in de oorlog van 40-45. De propeller is afkomstig van de Dakota, welke op zondag 17 september 1944 is neergestort, langs de oever van de A op de Vogelzang. Die twee bemanningsleden liggen hier begraven. Er liggen 9 oorlogsgraven. Maar in de oorlog van 40-45 zijn er meerdere vliegtuigen neergestort. En in onder andere deze twee die daar in dat vliegtuig zaten, die zijn hier begraven. De tekst op de propeller die luidt dan ook: ten onder gegaan in de strijd voor onze bevrijding. Dit monument is geadopteerd door de leerlingen van de Marieschool. Nu zijn we 2 minuten stil voor soldaten uit ons land. Grote bommen explodeerden en duizenden huizen stonden in brand. Nu zijn we weer in vrijheid. Ja, het lijkt me zo geweldig. Het was een harde strijd, maar toch verloren mensen en hun lichtstuk aan de brand. Veel mensen overleden en ook al erg jong. Al was het lang geleden. Gelukkig was het vrede in de oorlog gekomen. De kranslegging zal gebeuren door Femke en Fleur. Pilot officer, AA, mag ik een patch? Ik sergeant, P. Boeren. Flight officer, F. D. Friesen. Sergeant W. Hunter. Pilot Officer G. W. Lai.
Met de stilte die al snel gevuld wordt door een onverzettelijk frame. Dit, en alleen dit, is mijn waarheid en moet daarom ook jouw waarheid zijn. Ik realiseer me dat dat gemakkelijk praten is, veroordelen van wat toen nagelaten is. Maar ik denk dat dat klopt. Oorlogen starten niet met explosies. Ze starten met stilte, met onverschilligheid. Maar wat kan een burger in hemelsnaam doen? Wat kan ik doen, denkt u misschien? Volgens mij kunnen wij veel meer dan we wel eens denken. Het is aan mij, aan u, aan uw buurman en uw buurvrouw. Het is aan ons. Aan ons om op te staan tegen onverschilligheid. Tegen polarisatie. Tegen uitsluiting. Het is aan ons om het gesprek aan te gaan, om de nuances te zoeken. En het is er ook aan ons om te accepteren dat er andere meningen zijn. Dat die er ook mogen zijn. Het is aan ons om na te denken en de kalmte te bewaren. Het is aan ons om te voorkomen dat er in de toekomst over ons wordt gezegd: zij waren onverschillig. Ze hebben het laten gebeuren. Dank voor uw aandacht. Beste aanwezigen, vandaag staan we stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van de oorlog die ons land voerde voor het behoud van de kolonie Indië. De slachtoffers in de strijd tegen Hitler, Duitsland, worden als gerechtvaardigd gezien. Er waren veel slachtoffers voor de koloniale oorlog. De strijd om het behoud van Indië wordt achteraf vaak discutabel en als foute politiek gezien. Nederland was in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer. Gaan naar het volgende hoofdstuk. Dat is een keuze, maar bedenk wel, het gaat over mensen zoals jij en ik. Oorlogen en vrede, 4 en 5 mei, daarom om niet te vergeten. We moeten het allemaal begrijpen en weten. Dodenherdenking en bevrijdingsdag. Eerst een traan, daarna een lach. De oorlog doet ons allemaal veel pijn. Ik hoop dat het stopt en er vrede mag zijn. Nu komen Lotte en Daartje naar voren om de namen van het monument voor te lezen. Herman Dreyer, burgemeester te M, 60 jaar. Henry van der Akker, 58 jaar. Jan van Langveld, 35 jaar. Jan Musselaar, 26 jaar. Jan van Leuken, 22 jaar. Theo Hendricks, 14 jaar. Toon Manders, 24 jaar. Doontje van Langveld, 56 jaar. Marie Bekkers, 70 jaar. Chris van der Tilla, 67 jaar. Piet van Bakel, 63 jaar. Rikske van Wanrooy, 4 jaar. Frans Vermeulen, 21 jaar. Ik ga over tot de kranslijn door de gemeente en de dorpsraad samen.